ging vervolging agent Joubert Plantsoen. De politieman die zondag 31 oktober vorig jaar in het Haagse Joubert Plantsoen met zijn voet uithaalde naar een arrestant, wordt niet vervolgd. Dit heeft het OM besloten na uitvoerig onderzoek. Daarbij was ook een bewegingsdeskundige betrokken. Bij de uithaal ging het om een zogeheten duwtrap tegen de borst, waarop agenten ook worden getraind. Van een schop tegen het hoofd, zoals is gesuggereerd, is niets gebleken. Die zondag had een zelfverklaard defendgroep gehoor gegeven aan een oproep op sociaal media om in Den Haag te verzamelen. De groep van zo'n 40 man was geheel in het zwart gekleed. Sommigen droegen gezichtsbedekking met doodshoofden, anderen beschermende middelen. Vrijwel direct zocht de groep de confrontatie met de politie. Uiteindelijk hield de politie 9 personen aan.